Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik heb vandaag voor de eerste keer echt uitgeslapen en dat was wel fijn. Maar ik voel me nog eens zo slecht. Echt, ik ben deze ochtend nog 4 keer in de wc gegaan. Sorry voor de informatie, maar ik voel me echt zo slecht. Dus ik moest even gaan sporten. Daarna gaat hij even pillen van me halen. Ik hoop dat ze echt even gaan werken, want ik ben echt zat. Want ik heb het nu al 4, 5 dagen en ik kan gewoon niks eten en ik krijg gelijk daarna een aanval. Dus het is wel echt het ergste wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Ja, even rustig wakker worden. Ik had me dus gewogen de dag dat ik terug was van Frankrijk. En ik heb me net even weer gewogen en ik ben 2 kilo afgevallen. Dat bedoel ik zeg maar niet echt op een positieve manier. Het komt gewoon echt omdat ik ziek ben. Ik ga even lekker een soepje maken. Ik ga hiervoor een uitje snijden. Ik heb rode linzen. Bio. Ze zien echt heel anders uit dan bij de Turk. Zien jullie dat? Het verschil. Bio linzen met normale. Die anderen zijn een beetje wat dikker lijkt het net. Ik heb hier een runderbouillon. Dat vind ik altijd wel lekker erin. Heel veel mensen vinden het echt heel goornsoep. Tomatensaus. Zout. Peper. Knoflook en peper, koriander en kurkuma. Gewoon heel simpel even. Zo, even olijfolie in de pan doen. De uitje is gesneden. Die ga ik nu even bakken. Dus ik ga vandaag gewoon de tomatensaus skippen. Want ik had gisteren, had ik linzensoep gehad bij de Turk. En dan was ook zo'n tomatensaus. En dat vind ik eigenlijk gewoon net zo lekker. Nu even de linzen erbij. Water erbij. Ondertussen ook even thee gezet. Ik heb hier echt heel veel zin in. En nu even alle kruiden toevoegen. Lekker veel kurkuma. Trouwens, mocht je nog een staafmixer zoeken. Deze van Teval vind ik echt heel erg goed. Je hebt ook een turbo functie. En die is echt super goed. Mensen, we zijn eindelijk thuis. Hij heeft deze gehad voor mij. Ik ga stukken zetten. Hij zich schaamde bij de kassa. Lekker bruine pistoletjes. Hard. Heb ik echt nodig. En citroen voor bij de linzensoep. Schaamde je bij de kassa? Zo, bitches. Hè? Huh? Schaamde je bij de kassa? Ik was toch ongemakkelijk. Waarom dan? Ze kijkt ook zo naar mij. Zeg maar. Wanneer ze. Ik heb diarree. Zo, er is vandaag mijn ontbijt: soep met brood en thee. Zo, we zijn een paar uur verder. En ook 8 pillen verder. Maar ik voel me iets beter. Toen dacht ik, Emir, raap jezelf even bij elkaar. En doe gewoon even je make-up. Dus ik was begonnen met mijn lippen. Want ik ben even naar buiten gegaan dat ik me wat beter voelde. En dat is waarschijnlijk het slechtste idee ever. Maar ik heb dus even een cappuccino met amandelmelk gehaald. Ik ben er wel echt beter van geworden. Voor mijn gevoel. Dit is gewoon goed voor de ziel, weet je wel. Niet goed voor de darm, maar wel goed voor de ziel. En daar gaat het om. Ik heb inmiddels ook Nessie met huis uitgejaagd. Want ik was niet te genieten. Daar ben ik de afgelopen dagen sowieso niet. Ik heb gemerkt dat ik gewoon de afgelopen dagen even niet zo goed in mijn vel zit. Bij mij heeft het altijd een beetje met een link met of ik healthy bezig ben of niet. Ik ben gewoon echt down als ik dat niet ben. Omdat ik me dan gewoon... Op het moment dat ik gewoon lekker gezond bezig ben en meer aan het bewegen ben, dan voel ik me gewoon ook oprecht veel gelukkiger. En dat is eigenlijk nummer 1 reden waarom ik het sowieso doe. En als het dan niet lukt en niet op mijn manier gaat, dan word ik gewoon chagrijnig. En dan in combinatie nog met dat ik me gewoon echt gewoon shit voel de laatste dagen, ben ik gewoon niet te genieten. Dus eigenlijk moet ik op dit moment geen mensen om me heen hebben. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet als je getrouwd bent. Ik dacht nu, het is een goed moment om even een paar nieuwe producten uit te proberen die ik bij de Sephora had gehaald. Zoals deze concealer. Want daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Iedereen heeft het altijd over de Tarte Shape Tape Concealer. Nummer 1 bestselling concealer in Amerika. Hij ziet er tot nu toe best wel goed uit, moet ik zeggen. En hij is eigenlijk helemaal niet zo licht als ik had verwacht. Ik vind hem best wel goed. Ik weet niet of ik hem per se beter vind dan die van Benefit. Als ik eerlijk moet zijn. Want die is ook echt heel erg dekkend. Nou, ik ben er best wel tevreden over. Ziet er goed uit.
heel mooi, niet cakey. Je hebt totaal niet het cakey effect. Ik denk dat die daarom misschien ook wordt aangeraden, want ik denk dat Benefit iets meer cakey is dan deze. Ik ben even ondertussen Teamom aan het kijken. Een van mijn favoriete programma's nog steeds. Maar ik wil jullie even laten zien welke blush ik de laatste tijd gebruik. En dat is die van Benefit. En hij heet Georgia. Oh my god, guys. Ik ga de eyeliner uitproberen van Queen Tarzi. En ik geloof echt dat die goed is. Maar ik ben dus zelf zo slecht in eyeliner. Dus als ik het verpest, sorry man. Maar ik ben daar dus echt niet goed in. Ik ga waarschijnlijk echt uitlachen, maar ik ben echt trots op mezelf. Dit vind ik echt een dikke 10 voor mij. En ik ben heel erg tevreden over deze pen. Ook al gebruik ik nooit eyeliner, hij is echt super goed. Dan ga ik even deze wimpers van Queen Tarzi uitproberen. Ik denk dat ze heel natural worden. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar ik vind het echt zo fucking mooi. Niet normaal, die wimpers heb ik het over dan, hè. Oh my god, zo natural, maar gewoon echt heel erg mooi. En wat ik heel fijn vind aan die individuele wimpers, is dat in vergelijking met deze bijvoorbeeld, het is gewoon een strip en je voelt het echt zo zitten. En met deze losse wimpers voel je het totaal niet zitten. Je hebt echt zo'n mooie effect. Echt, dit is echt tot nu toe mijn favoriet van Queen Tarzi. Had ik echt niet verwacht. En ik weet niet wat het is, maar ik voel vandaag de hele matte liquid lipstick niet. Dus het wordt een glossy look. Dit is al veel beter. Ik ben even dit geurtje aan het uitpakken van Narciso. Dit is de poeder versie. Die heb ik eigenlijk nog nooit gehad, want ik heb altijd de roze variant. Maar ik ben heel benieuwd naar deze. Kijk, dit is hem. Dit is zeg maar zo'n roll parfum. Hij ruikt ook echt anders dan de andere. Even kijken hoe die zo wordt. Oh, wel lekker. Heerlijk. Echt een heel lekker, zacht geurtje. Zo, als er echt iets is wat een vrouw echt gewoon helemaal kan veranderen, dan is dat gewoon, ja, onze haren, denk ik. Echt gewoon, want een vrouw met los haar is echt zo anders dan met vast haar. Ik heb net even een paar Insta-stories gemaakt voor Queen Tarzi. Want ik had deze wimpers dus opgestuurd gekregen. En aangezien ik daar heel erg tevreden over ben, heb ik even een paar Insta-stories voor hen gemaakt. Ik heb wel het gevoel alsof je het op de video niet zo goed kan zien. Misschien later bij het editen wel. Dat heb ik ook heel vaak, zeg maar, als ik aan het filmen ben, denk van, je ziet het niet zo goed. Aan het editen denk ik, nou, het ziet er juist heel goed uit op beeld. Dus misschien zie ik het later wel. En Nessie belde mij net om te vragen of hij naar huis moest komen om te koken voor mij. Die jongen heeft ook echt soms mood switches. Hij was net echt zo boos op mij en nu wil hij koken voor mij. Wel lief toch? Ja. Ik heb net even bedacht dat we chili con carne gaan maken. Want anders gaat het nog heel lang duren. Daarvoor heb je nodig een paprika, een uitje, witte bonen en natuurlijk gehakt. En niet te vergeten, tomaatjes en knoflook. Maar die zit bij mij in de diepvries. Die hoef ik pas later te pakken. En of course, tomatensaus. Ik heb maar vastgedaan zodat ik kan starten met koken. Hij is zo met een half uurtje thuis. Ik dacht, ik ga gewoon lekker koken. Joh. Anders duurt het nog heel lang. Dan moet hij nog komen. Dan moeten we nog koken. En ik ben eigenlijk ook fitter. Dus ik ga denk ik straks nog even na het eten 4 pillen slikken. En dan hoop ik mij nog beter te kunnen voelen. Zo, ik heb weer uitjes gesneden. Die gaan we weer even bakken. En voor vandaag heb ik op de planning normale basmati rijst met vermicelli. No diet yet. Morgen ga ik starten als ik me heel goed weer voel. Even de gehakt erbij gedaan. Met even rustig bakken. Ik heb even een kwart paprika gesneden. Dit is best wel een grote paprika hoor. En 3 cherry tomaatjes. Ik snij ze niet zo heel erg fijn. Want het is meer bedoeld voor de sausje. Nu voeg ik de knoflook toe. En de peterselie. Lekker veel. Nu doe ik er een mix van kruiden bij. Dit is eigenlijk een soort van 7 mix spice. Knoflook en peper. Een beetje chili. En gemalen koriander. Nu is de gehakt. Zoals je kan zien, heel erg gekruid. De
De tomatensaus gaat er nu bij. Lekker veel. En dan doen we er heet water bij. Dus rijst aan het maken ben en je hebt niet een deksel voor de pan, doe dan gewoon een bord erop die erop past, want dat is echt nodig bij rijst. En als laatst gebruik ik vandaag de kidneybonen. Dat zijn van die roodbruine bonen, die vind ik ook heel erg lekker. Kook ik het nog even mee en dan is het gerecht eigenlijk zo goed als klaar. Kijk, dit is het. Ik heb het voor vandaag echt heel erg vies gemaakt tijdens het koken. En nu lekker genieten. Dinar, balkondeur staat open, ik weet het. Maar je krijgt echt straf als je naar buiten gaat. Ik ga jou helemaal nat sprayen. Oh, dat is echt zo goed. Ik heb echt één hap genomen en ik ben echt zo happy van binnen. Dat noem ik echt gewoon soul food. Oh, Nassima is thuis. En hij vindt me heel lief. Huh? Je vindt me lief toch? Ik heb voor jou gekookt. Ja, dat vind ik wel lief, ja. Ja, ik heb het wel echt met liefde gemaakt. Je proeft het toch? Ja, het is echt lekker, man. Ja, hè? Proef naar aubergine erin? Oh, maar gewoon je mond is beter. Aubergine. Ben je serieus of maak je een grap? Kom maar. Deze kat. Nee! Dinari, je mag geen kers. Laat haar, kijk wat ze doet. Oh! Is zo droog. Bijt dan gewoon. Echt, hè? Wij zijn even naar de nachtwinkel geweest, want we wilden eigenlijk heel graag zonnepitten halen. Voor bij de film of zo. En die was uitverkocht. We hebben echt nooit gehad. Normaal gesproken staat die schap echt helemaal vol. Maar zonnepitsen waren gewoon uitverkocht. Dus hebben we dit gehaald. Dat heb ik echt heel lang niet gehad. Maar krokie groen. Dus echt één van mijn favoriete chips gewoon. Ik heb echt lang niet gehad. Dus heb ik gewoon zin in. Ik ben even nog zo laat even de vaat aan het doen. Dus als ik morgen wakker word, alles hier gewoon schoon is. Ik wil echt niks ruiken als ik wakker word. Ik wil gewoon even schoon.